Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijs als Zijs. Mijn naam is Linda Lea en ik neem jullie mee op een reis door geen taal, geschiedenis, mythes, cultuur en anekdotes op zoek naar de oorsprong van zowel dagelijkse als opmerkelijke woorden en uitdrukkingen in de Nederlandse taal. Dit programma is een ode aan het levenswerk van professor Dr. Nicolien van der Zijs. Zij is etymologe en taalkundige aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Bovendien is zij ook de bezielster, de bedenkster, de drijfveer achter de online databank, online zoekmachine en online etymologisch woordenboek, namelijk etymologiebank.nl. Haar nuchtere visie op taalevolutie kan ons helpen om een wijzere houding aan te nemen ten opzichte van taalgebruik en taalfenomenen. Want, zo stelt Dr. van der Zijs, verandert een levende taal, dus een taal die actief gesproken wordt, elke dag een klein beetje door de interactie tussen mensen onderling en de relatie tussen mensen en hun omgeving. Aangezien we de laatste tijd met grote besparingen zitten en enorm veel crisissen op vlak van energie, ecologische crisis, politieke crisissen, dacht ik dat het een goed moment is om even stil te staan bij de uitdrukking tering naar de nering zetten. Wie de tering naar de nering zet, past zijn uitgaven aan zijn inkomsten. Meestal wordt er iets mee bedoeld als we moeten even de broeksriem aanhalen en wordt het dus gebruikt in situaties waarin er om wat voor reden dan ook tijdelijk minder geld in kas is. Bijvoorbeeld in de uitspraak, dit jaar geen vakantie in het buitenland, we moeten de tering naar de nering zetten. In Vlaanderen kennen wij hier ook een variant op, namelijk de uitspraak stelt de tering naar de nering of uw nering krijgt de tering. Als vertaalster lees ik heel vaak ondertitels en dit doet me denken aan een zeer Hollandse uitspraak, namelijk krijg de tering. En nu wordt het even verwarrend. In deze brutale verwensing staat tering voor de ziekte tuberculose, dat afgeleid is van het werkwoord teren. Teren kan je hier zien in de betekenis van weg. Teren. De term keert terug in de uitdrukking een terende ziekte, dus een ziekte die het lichaam langzaam sloopt. Met de terende ziekte werd vroeger tuberculose bedoeld, maar vandaag de dag zijn er een aantal ziektes bijgekomen. In de tering naar de nering zetten betekent tering hier geen ziekte. Tering is hier afgeleid van het verouderde werkwoord teren. Een werkwoord dat we eigenlijk nog vaak gebruiken in het dialect. Maar teren betekent hier in onderhoud voorzien. En dan met de bijgedachte het verbruiken van voedsel of het verbruiken van geld dat bestemd is om voedsel aan te kopen. Denk bijvoorbeeld aan de uitdrukking op iemands zak teren. Waarmee je eigenlijk wil zeggen dat je op kosten van iemand anders leeft. Nering is dan weer afgeleid van het verouderde werkwoord neren, wat voeden of onderhouden betekent. Denk bijvoorbeeld aan het Duitse woord nahrung, wat voedsel betekent. Maar nering kan ook middel van bestaan betekenen. Dus een bedrijf, ambacht, handel of dienst die je levert om in je onderhoud te kunnen voorzien. Dus met de tering naar de nering zetten bedoelen we eigenlijk dat je niet meer mag uitgeven dan dat je binnenbrengt. Want je kan ook alleen maar eten wat je aan voedsel hebt binnengebracht. Zo, dit was het dan voor deze aflevering. Op afleveringen van Wijs als Zijs hoeven jullie alvast niet te besparen. Als alles goed gaat, zien we elkaar over 2 weken opnieuw terug. Ik zie jullie graag. Tot dan.